Er is de laatste jaren veel veranderd in de taxi-industrie. Maar welke invloed heeft dit op de stad Rotterdam? De taxi-business is gewoon uit de hand gelopen de laatste jaren. Iedereen wordt taxichauffeur. Er zijn gewoon chauffeurs die staan daar puur om geld te verdienen. En of die klant daar wel of niet instapt, het maakt hun eigenlijk niet uit. Ja, gewoon een algehele tendens vind ik wel dat de service niet goed is in Nederland. Tenminste in Rotterdam. Bepaalde groepen denk ik van nou, dat zou wel een stuk beter kunnen. Maar het was dus best wel vreemd, want dan zie je dat de mensen daar de taxi aanspreken. En dan ga ik naar de ene laatste taxi en dan zegt hij, ja, je moet naar de voorste taxi. En de voorste taxi neem je dat niet mee, want nu wil je gewoon naar huis. En dan krijg je dit gouden hoer, want nou, je moet die pakken of je moet die pakken. De Rotterdamse gastheren.